heel veel lawaai op straat. Dat krijgt hij in school. Dus dat gaan we nu doen. Na school. Dat is hen zo ook zo gewoon. Vertrekken naar school. Het is vandaag met de buggy. Omdat er geen... dat is het gemakkelijkste nu. Om met de buggy naar school te gaan. Want er is namelijk geen tijd meer om de buggy, alleen om de fiets aan te pikken. Dus daarmee dat we vertrekken richting de school met de buggy. Dus we zijn weg. Hallo. Dus ja, we zijn weer terug. Het is natuurlijk heel druk op de straat. Nu met de fiets. Dus, en hij zit er helemaal klaar voor. Dus het kan niet beter zijn. Hey, Enzo, we zijn vertrokken naar school. Ben je helemaal klaar voor school? Ja. En als je terugkomt, dan gaan we ook nog naar de andere school. Ja, we gaan straks samen met hem de drinkbeker halen die ik gisteren helaas vergeten ben op de andere school. Maar ik denk andere school omdat wij geen namen noemen van school op de vlog, omdat dat privé is. Dus we zijn gewoon de namen, daarmee zeg ik ook de andere school. Dus we gaan hier zo meteen over. Zo, ja, nou, dat is wel groen. Dus we zijn op tijd. Ja, dat is toch altijd wel een stress ding. De eerste week is altijd een beetje van, komen we wel op tijd? Gaat dat wel goed komen? En dan is het, eens dat je dat gewoon bent, ja, dan loopt het allemaal wel goed. Hè. Dat is dan geen probleem. Maar het is altijd de eerste weekjes dat het een beetje zoeken is. Dus we moeten wel op tijd komen. Maar we komen ruim op tijd. Dus we zijn wel blij eigenlijk dat we er aan geraakt zijn met onze kleine man. Hij was meteen afgegeven. Er liet geen traantjes of zo, dus dat is ook wel heel leuk eigenlijk. Dus ik ben wel blij mee dat hij geen traantje heeft. En morgen is het weekend. Morgen is het feesten. Als de beesten. Morgen is mijn grote heldjaren, dus ik ben wel blij. Dus, nou. De zon zit. Ik denk dat de middag wel warm genoeg had zijn, maar nu zijn we nog frisjes. In ieder geval. Dus we moeten nog niet zo heel veel doen, dus... En ja, straks gaan we dan op de beker. En zo. Dus, het is wel vermoeiend, moet ik wel zeggen, maar... En kijk, wij doen onze taken, hè. Dus, een paar mensen die mij hadden herkend. Ja, heel blij daarvoor. Die wonen ook aan de foto vragen. Dus dat duurt niet lang een foto klikken en klaar. Dus dat is allemaal geen probleem om dat te doen. Maar ik ga nu richting huis een beetje wandelen en dan een beetje proberen om bij te slapen. En dan, dan moeten we terug hier zijn om hem te gaan halen. Dus dat komt helemaal in. Wij gaan halen. Ik heb een klein beetje moeten wachten, 2 minuten denk ik ongeveer, of 3 minuutjes maar. Maar ja, ik kan niet vliegen. Maar ik denk dat het wel goed gegaan is, dus dat is positief. Ik heb ook nog een brief meegekregen, ja, die toon ik niet in beeld. Want daar staat namelijk de naam van de school op. Dus dat doe ik niet. Ik heb nog een pakketje thuis staan, dus die gaan we dan ook straks uitpakken, het pakketje. Dus, maar hij was heel braaf, zit hier. En zo zeggen ze hallo. De boer zegt hallo. Hij is een beetje mokjes, dus dat merk ik wel, dat hij moe is. Hij is eenmaal op. Dus, maar hij heeft het goed gedaan. Hij heeft zijn eerste week goed doorstaan. Dus dat is positief. Hij is dus trouwens een schildpad. Dat is allemaal een symbooltje, dus hij is een schildpad. En dat is wel leuk eigenlijk om te zien. We gaan naar de been nou, we gaan bolletjes halen, dat gaat het beste zijn voor hem. En nog een sandwich. Ja.
En dan gaan we naar andere school voor daar onze drinkbus op te halen. En als we die drinkbus hebben, dan gaan we zo dan gaan we hem eten geven en in zijn bed leggen. Ja, dus dat gaan wij doen. Bij de mannetjes. Eerst ging een vleesje bij de beenhouwer en nu heeft hem een pistolet gekregen. Zie je, hem is een pistolet gekregen, ja. Ja, hij wordt hier helemaal verwend. Dat zijn mij niet gewonnen. Dat kan al toch niet. En Peter niks. Ja, eet maar lekker op, jongen man. Dus je verdient. Jij bent naar school geweest. Dat is goed gedaan. Ja, dat is goed gedaan. Peter is mij. En we hebben nog een pakketje liggen, dus die gaan we ook nog eens een keertje bekijken. Ik heb mijn assistentie hier bij mij. Pakken! Zeg eens dat al tegen iedereen. Tot. Pakken! Pak, ja. Pak maar. Pak maar. Pak maar, zo. Pakken! Ja, daarvoor hebben we een schaar. Zo. Zo voor de vingertjes. En dan doen we dit. Nog één keer. Pas op, hè. Pas op. De vingertjes. Ja. Wow. Een heel pakketje. Hoe zit het erin? Een heel pakketje. Doe de doos terug dicht. Doe de doos maar terug open. Dan moet je er alles uitpakken. Al wat erin ligt mag je zo pakken en hier leggen. Pak alles er maar uit. Dit. Pak het er maar uit. Zo, pak maar. Pak maar de doos. Zo, pak vast. Zo, dan leg je het uit de doos. Dan leg je het hier. Zo, dan neem je de... Pas op, want de stoelen kunnen kantelen. Echt weg. Dat is echt... Zeg maar dag, tegen de kijker, is dat al zegt. Dus, en dat ook. Op vakantie. Dus die gaan we dan bekijken, hè. Goed in. Is de energie er nog goed in? Ga je dansen? Dans maar. Eerst als tv aan het kijken, trouwens. Dansen nog. TikTok is daar, zet TikTok. Dat is TikTok. Wie heeft er nog naar TikTok gekeken vroeger? Of kijk nog steeds met de kinderen misschien. Dat kan wel. Ting, ting. Dat is echt een grappige TikTok. Onze instellingen staan precies toch niet juist. Als je naar ons kijkt. Wacht, ik ga het even moeten veranderen. Ik kan er ook gaan opzitten. Of gaan opleggen. Dan doe je zo. Zo, kijk. Peter had die stonen, kijk. Peter had die stonen. Zo. Kijk, zo. Zo doe je dat. Even zo. Zo goed erop liggen met de baby. Billetjes. Zo. En dan zoiets. Ja. Zo ja, ze bedoelt Peter. Het is inderdaad. Ze bedoelt Peter met boom patat. Dat
happen. Heb je er nog iets op staan? Boom. Waar is de bal? Waar is de bal? Kijk eens, de bal. Pak de bal.